Welgekomen bij het mobiel behandelteam. Mijn naam is Dominique de Grande en ik ben hier therapeutisch coördinator. En ik zal proberen uitleggen wat dat onze werking is, wat dat we hier doen. Dit is West-Vlaanderen, maar niet gewoon West-Vlaanderen. Dit is het noorden van West-Vlaanderen en het regent. Samen met Stefan gaan we naar Rosanne. Dus ik ga straks een keer luisteren hoe dat ze het stelt, haar verhaal laten doen en ook een keer kijken hoe dat het loopt in het netwerk. Goedemorgen. Ja. Ah, dat is Stefan. Hey, dat is Rosanne. Hoi, Christa. Hey, dat is Stefan. Hoe gaat dat hier? In plaats van bedden zijn er nu ook fietsen en auto's. En psychiatrische patiënten hoeven niet naar de kliniek. De kliniek komt gewoon naar Gent. Vooral omdat men het belangrijk vindt voor het herstel van de mensen, dat ze zo lang mogelijk in de thuiscontext kunnen blijven wonen. Ik ben Christa. Ik werk bij familiezorg. Zo, ik kom hier al een aantal jaar mee, Rosanne. Enkele keren per week. Ik ben hier een tijdje heel lang alleen geweest. Maar we zijn heel blij met de ondersteuning van het mobiel team, hier, Rosanne. Dat is heel wat beter geworden. Hier. Wij zijn hier niet zoveel aanwezig natuurlijk, aangezien dat wij de mensen begeleiden op de plaatsen waar ze wonen. Dus mijn collega's vertrekken 's ochtends naar Torhout, Zedelhem, Aardrijke, Jabieke, Zeebrugge, Zuienkerke. Hallo, ik ben Christiane, trajectbegeleidster bij het mobiel behandelteam in Brugge. Ik ga nu naar Ingrid, een van onze cliënten, die ik nu al een tweetal jaar begeleid. Vooral vrijwilligerswerk doet mij enorm veel deugd, omdat ik 's morgens een doel heb om op te staan, een vast ritueel eigenlijk. En ik kan er ook mensen helpen, dat is voor mij voornamelijk dat ik me ook een beetje, moet gaan zeggen, een beetje kan hulp bieden aan mensen die het moeilijk hebben. Zo, ja. En ik voel me daar zeer goed bij, eerlijk gezegd. Ja. In het mobiel behandelteam hebben ze naast auto's en fietsen ook telefoons. En dat is best handig. Het is in verband met de vraag rond budgetbegeleiding. Ben ik daarvoor aan het juiste adres? Nee, het is voor de cliënt van mij. Ik ben van het mobiel behandelteam. Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacé. Ik kijk naar de ontslagplanning van Bart. Ja, ze doet dat hier in feite goed, dus we mogen nu eigenlijk ook kijken voor een ontslagplanning. Maar we zouden zeer graag samenhangen. Ja. En ze hebben mij daarvan verwittigd dat dat wel kan. Problemen geven, maar ik weet niet in welke mate, dus ik trek nu een integratie. Integratie. En verwijzing komen, maar dus welke invloed zou dat daarop kunnen hebben? Ja. Maar het probleem in die zin, dat die je toch een stuk voorbereiden van waarschijnlijk was er inkomen als zakken, ja. Omdat samengevoegd zou worden. Ja, maar inderdaad, het is gerust een keer binnen, kom ik hier langs, maar weinig kans dat je iemand van ons ziet. Wij zijn altijd de baan op. Echter, je zal ons niet herkennen, wij hebben geen uniform. That I haven't
shook my shadow, and every day is trying to trick me into doing bad.